Woensdagavond om 6 uur speelt Jong Oranje de laatste groepswedstrijd van het EK in Israël. Dat doen ze in, even kijken hoor, Petah Tikva. Dat ligt hier, in het midden van Israël. En kijk, dit is het stadion. Mooi hoor. En er kunnen bijna 12.000 mensen in. Dit zijn de uitslagen van Jong Oranje tot nu toe. En dit is de stand in de groep. Zoals je ziet is Jong Oranje al door naar de halve finales. Dus kunnen ze tegen de Spanjaarden lekker rustig aan. De tegenstander van vandaag is Spanje. Olé. Nee, niks olé. Spanje is namelijk hartstikke goed. Tijdens het laatste EK in 2011 werden ze Europees kampioen. En ook nu hebben ze weer hartstikke veel goede spelers. Zoals David de Gea, de keeper van Manchester United. Isco, een supergroot talent van Malaga. En Cristian Teo, die speelt best vaak bij Barcelona. Zit jij woensdagavond weer voor de tv met je oranje shirt? Ik wel hoor. Dus ik zou zeggen, kom op Jeroen, Ricardo, Stefan, Bruno, Deli, Jordi, Kevin, Adam, Jorginho, Luc, Ola, Cor en alle anderen. De jonge leeuwen steunen jullie. Maak er een mooie laatste groepswedstrijd van.